Opa Hadders was boer. Zoon Hadders ontwikkelde meetapparatuur voor boeren. En kleindochter Janneke Hadders, die zorgt ervoor dat die producten nu de hele wereld overgaan. Ja. Ja, tijden veranderen. Ik moest gelijk denken aan mijn opa, opa Stolze. Die had sla op de grond en dat was een heel ander leven. Hij keek op de kerkklok om te zien hoe laat het was. Hij keek naar de vogels aan de lucht om te bepalen wat voor weer het wordt. Maar tegenwoordig is natuurlijk de hele landbouw gemoderniseerd. Alles is aangesloten op het internet, waaronder de sproeiinstallaties en de zonnemeters. Ja, de landbouw is inderdaad ultra hip geworden. Janneke die komt volgend jaar met een nieuw product waarmee je op je mobiele telefoon zo kunt aflezen hoe nat of droog je land is. En of je misschien even moet gaan sproeien. 70% van al het zoete water in de wereld wordt gebruikt door de agrarische sector. En als wij daar een klein stukje, zeg maar een paar procent van kunnen reduceren, dan gaat het om enorme aantallen. Dus dan kun je met hetzelfde hoeveelheid water, kun je veel meer mensen voeden. Maar het moet wel gebruikt worden. Dus die boer die moet dat wel in zijn veld zetten, die moet wel die informatie krijgen. Nou, dat zie ik als mijn uitdaging om het product zo simpel te maken dat iedere boer in Nederland en in de wereld ook echt aan de gang kan gaan met deze techniek. Rick Buiter gebruikt hem al. Deze meet op 5 verschillende dieptes, zeg maar, de vochtgehalte van dit perceel. De informatie die dit ding verzamelt, zeg maar, die wordt doorgestuurd naar de computer thuis. Dat gaat via internet. Er zit ook een regenmeter op en een zonnepaneel. Maar het belangrijkste is de meter die aangeeft hoe droog de grond is. Hier zie je dus een lijn in het groen dat de vocht voldoende is. Komt de vocht onder in het rode gedeelte, dat betekent dus dat we te weinig vocht hebben en dus moeten beregenen. Hierbovenin kunnen we nog zien hoeveel millimeter water er is gevallen. Nou, hier zie je een droogteperiode. Hier zie je hem hier wat afnemen. Tijdens een bui regen gaat de grafiek weer omhoog. En dus weten wij dat er voldoende vocht in de grond blijft zitten. Volgend jaar komt er een eenvoudiger model op de markt dat alleen de vochtigheid van de bodem meet. Via de telefoon kunnen de gegevens worden gelezen. Hanneke heeft er al mee gewerkt. Eigenlijk ben ik de gebruiker in het bedrijf. Dus als ik dit kan bedienen, dan gaan we ervan uit dat het goed genoeg is voor de markt. Want het zijn allemaal techneuten bij ons op kantoor. En die denken anders als een gebruiker. En vindt u deze fijner dan dat ingewikkelde apparaat? Ik zie dit wel zitten, maar dat andere apparaten zitten, heel veel kabeltjes aan en allerlei dingetjes, dat laat ik over aan de deskundigen. Maar dit kan ik. Ja, Janneke die exporteert dit nu al naar Egypte, eigenlijk net zoals Rob van Opdorp met zijn pomp. Ja, zitten nu allebei in Egypte, zijn ze bezig. Ja, en dit is dan in de open lucht. Hè. Veel groente en fruit wordt ook nog gewoon in de kassen wordt dat geteeld. En tijdens de innovatie-estafette zag ik daar ook wat mooie innovaties. Dat was glas, dus beglazing. Dat ervoor zorgde dat als er te veel zon kwam, dat door middel van een lens dat werd gefocust naar één speciaal punt. Naar een soort buis. Die ving alle warmte op. Die ze dan weer konden opslaan om 's nachts te gebruiken om de plantjes te verwarmen.